Harbor is nog altijd bekend om de aanval van 7 december 1941 door Japan. Bijna iedereen weet ondertussen dat de Japanse overheid daarachter zat, omdat ze probeerden de hele basis in één keer onschadelijk te maken om te zorgen dat als Amerika de oorlog verklaarde, er geen problemen zouden komen. Maar er zijn nog altijd mensen die geloven dat Pearl Harbor niet zomaar gepleegd werd door de overheid van Japan, maar dat de Amerikaanse overheid daar dingen mee te maken hadden. Welkom bij de allereerste aflevering van Complottheorieën. Het is ondertussen 79 jaar geleden, de aanval op Pearl Harbor door de Japanners. En het verhaal is bij de meeste van jullie ongeveer in grote lijnen wel duidelijk. Pearl Harbor is een marinebasis in de Pacifische Zee, dicht bij Japan, relatief dicht bij Japan. En de Japanners wilden toen de oorlog uitbrak niet dat Amerika zich ermee zou bemoeien en daarom probeerden ze de hele basis in één keer uit te schakelen. Dat is het verhaal wat we allemaal kennen. Maar er zijn nog altijd mensen die aan dat verhaal twijfelen. Omdat ze bijvoorbeeld zeggen dat het de Amerikanen wel heel goed uitkwam. De aanval op 7 december 1941. Ik denk zelf helemaal niet dat de Amerikaanse overheid er iets mee te maken heeft. Maar heel veel mensen zijn daar vooral door overtuigd. Omdat de aanval op 7 december 1941... nog wel leek op een aanval van een jaar eerder. Dit is het boek Zwaardvissen op Tarente. Dit gaat over een aanval, precies zoals Pearl Harbor. Maar deze werd niet door de Japanners uitgevoerd, maar door de Engelsen op de Italiaanse vloot. De aanval op Tarente was een van de meest spectaculaire acties uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. Twee kleine vliegtuigkaders halveerde een vijandelijke slagvloot. Het maakte in de hele wereld indruk. Met name in Japan. De Japanners maakten een diepgaande studie van de Engelse tactiek en pasten dit toe bij hun aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Op 11 en 12 december 1940 zorgden de Engelsen ervoor met een enorme luchtaanval dat de drie grootste slagschepen van de Italiaanse vloot voor meer dan 6 maanden volledig waren uitgeschakeld. En ja, je kan natuurlijk zeggen dat, zoals hier in dit boek staat, de Japanners een studie hebben gemaakt van de tactiek van de Engelsen op Tarente om vervolgens dezelfde tactiek toe te passen op Pearl Harbor. Maar er zijn dus ook mensen die denken dezelfde strategie, dat is wel heel toevallig. Dat zijn vaak de mensen die namelijk geloven dat Pearl Harbor werd gebruikt als excuus om de Amerikanen de oorlog te laten verklaren aan Japan. En Japan werkte toen samen met Nazi-Duitsland. Dus dat ze ook tegelijk de oorlog konden verklaren aan Nazi-Duitsland. Voor de aanval op Tarente hadden de Engelsen allang de Italianen de oorlog verklaard. Maar voor de aanval op Pearl Harbor hadden de Japanners de Amerikanen niet al de oorlog verklaard. Dus daarom noemde Roosevelt deze aanval op 7 december 1941 a date which will live in infamy. Een datum die altijd nog in schande zal herinnerd blijven. Maar tot op de dag van vandaag bestaat er een hardnekkige theorie die stelt dat Roosevelt veel meer wist dan dat hij toegaf over de aanval op Pearl Harbor. Omdat de Japanse strijdkrachten al veel eerder heel agressief waren tegenover China, toen ze grote delen van China innamen, wisten de Amerikanen dat ze heel voorzichtig moesten zijn van Japan. Daarom liet Roosevelt een enorme vloot overbrengen vanaf Californië naar Hawaii. En in de buurt van Hawaii ligt Pearl Harbor. Zowel de tactiek als van Tarente en de tactiek van Pearl Harbor was dat er vliegtuigen vanaf enorme vliegtuigschepen opstegen die dan torpedo's afschoten op de haven. Het doel van de aanval op Pearl Harbor van de Japanners zou zijn dat de weg naar de Filipijnen en Nederlands-Indië open zou zijn doordat de vloot van de Amerikanen daar helemaal weggevaagd zou zijn. Met vliegtuigen kan je natuurlijk vanaf een redelijk verre afstand een marinebasis belagen. Alleen
in die tijd was dat nog veel minder zo. Dus je moest je vliegdekschepen wel redelijk dicht bij het target hebben om dat target te kunnen bereiken. Dus heel veel complotdenkers vragen zich af, hoe kon het ooit zo zijn dat de Japanse vloot zo dicht bij de Amerikaanse marinebasis kwam, zonder dat de Amerikaanse diensten, het leger en de CIA ook maar iets door hadden. Waarom veel mensen dus denken dat Roosevelt meer wist over de aanval van Pearl Harbor die zou plaatsvinden, was omdat Roosevelt in zijn verkiezingsspeech destijds had beloofd dat er geen Amerikaanse soldaten zouden sneuvelen in Azië en in Europa. Terwijl opeens hij, nou niet opeens, maar toen Polen werd ingevallen door Nazi-Duitsland, toen vond hij toch dat Amerika eigenlijk zou moeten ingrijpen. Alleen hij had al lang beloofd van, we gaan niet ingrijpen. En de oorlog was ook niet aan Amerika verklaard. Dus eigenlijk hadden ze nog geen enkele reden om aan te vallen. En wat een van de allergrootste bewijzen voor zo'n complottheorie zou zijn, was dat Roosevelt in 1941 zei tegen Churchill dat hij graag een aanval op Pearl Harbor zou willen provoceren. Nou, niet per se op Pearl Harbor, maar een aanval op Amerika zou willen provoceren. Amerika die hoorde al een beetje bij Engeland. Ze gaven heel veel wapens en materiële steun aan Engeland. Maar ze hadden nog geen incidentje waarmee ze zo'n oorlog laten beginnen. Vaak zeg je op een gegeven moment, als je nu nog één land inpakt, dan vallen we jou aan. En als ze dan geen land nog inpakken, dan vallen ze niet aan. En vaak als iemand opeens je hele basis plat gooit, dan ben je wel zo van, en nu is het oorlog. En dan nog een paar bewijzen voor deze complottheorie dat Roosevelt en de Amerikaanse regering meer te maken had met Pearl Harbor, zijn dan dat er heel veel Japanse berichten over een aanval op Pearl Harbor waren onderschept door Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. En daar is niks mee gedaan. Helemaal niks. Terwijl ze meer actie hadden kunnen ondernemen. Alleen die documenten die stonden niet altijd per se op we vallen Pearl Harbor aan. Maar vaak was er ook wel iets van een idee van Nederlands-Indië aanvallen of Singapore aanvallen. En daardoor konden ze het ook niet zeker weten of Pearl Harbor echt de target was van zo'n aanval. En natuurlijk, Pearl Harbor was zo'n grote haven dat als je daar echt een oorlog tegen begon, dan kon dat eigenlijk niet heel snel heel goed aflopen. Want ze hadden daar heel veel duizenden mannen, meer dan 300 vliegtuigen, grote slagschepen en al dat soort dingen. Dus alleen een verrassingsaanval zou echt zo'n hele basis plat kunnen leggen. Ik moet zelf zeggen dat ik er niet veel van geloof dat de aanval op Tarente niet echt op Pearl Harbor niet echt als een verrassing kwam. Ik denk dat dat best wel een grote verrassing was voor Amerika. Maar daar mag natuurlijk iedereen zijn eigen oordeel over vellen. En natuurlijk was Pearl Harbor ook een soort van vergelding van de aanval op Tarente. Omdat Italië en Japan in die tijd samenwerkten. Dus ja, die aanvallen hadden toevallig wel heel veel met elkaar te maken. Nou ja, in ieder geval zie ik jullie binnenkort weer bij een gloednieuwe aflevering van complottheorieën. Ik heb hier toevallig een schemaatje hangen met de complottheorieën. En de volgende keer kunnen we het bijvoorbeeld wel gaan hebben over Roswell aliens of Bermuda of de maanlanding of dat soort fake news. En dan zie ik jullie dan allemaal weer. Tot ziens, tot later.